Goedemorgen nogmaals. We komen zo gaandeweg druppelen er steeds meer mensen binnen, maar het loopt nog niet in de aantallen zoals we willen. Maar toch, we hebben een uur de tijd en daar willen we niet te veel van afsnoepen, want we hebben gewoon een heel interessant programma voor u. Met twee bijdragen van Wouter Theo van de Saxion en Gerben Blom van Abby Schmid. Ik zal ze dadelijk nog kort verder introduceren over het Internet of Things. Fijn dat u er bent. Dit is een bijeenkomst die webinar wat georganiseerd wordt in het kader van de smart industrie. En Metaalunie, Technow en de bijdrage van de mensen zorgen voor een stukje inhoud. Als u vragen heeft, dan kunt u u staat heel democratisch allemaal op mute, dus u kunt niet in de vergadering inbreken of in het webinar inbreken. Onderaan het scherm treft u een balkje aan als u over het scherm heen gaat waar chat staat. Die chat kunt u gebruiken, die lees ik uit. En als er vragen zijn, dan probeer ik die zo goed mogelijk door te geven aan de spreker of even een wedervraag aan de vraagstellers te stellen. Dus dat, wat dat betreft het verhaal. Het zijn twee verhalen, we zijn een uurtje bezig. Ik ga er niet al te veel tijd meer vanaf snoepen. En ik zou graag de eerste spreker, dat is Wouter Theo. Die is lector Ambient Intelligence van Saxion. Die gaat daar een goed verhaal vertellen. Daarna hebben we Gerben Blom uit de praktijk. R&D Manager Digital Solutions bij Abby Schmid. Wie kent het niet? Dat zal uit de verhaal uit de praktijk vertellen. Dus, maar goed, laten we gewoon beginnen met... Hoe zit het? Hoe werkt het? Hoe ziet het eruit? En waarom functioneert het? Dus Wouter, misschien kan ik jou vragen om het woord van mij over te nemen. Ja, dankjewel, Ruud. Ja, wat is Internet of Things en het Internet der Dingen en hoe zet je dit in? Ik moet zeggen, toen ik deze presentatie voorbereidde, dat de vraag wat is IoT, hoe langer je erover nadenkt, hoe ingewikkelder ik hem vond worden. Hier zie je een filmpje van bij Saxion en hier heb je een zonnescherm en dat zonnescherm is verbonden met een sensor. Ja, dus je hebt een sensor en die communiceert met een zonnescherm en als de zon schijnt gaat die op en neer. En ik heb al eerder gezegd, dit is geen slim systeem, mensen storen zich eraan. Maar is het nou IoT? Want je hebt eigenlijk twee dingen die met elkaar communiceren. Nou kun je zeggen, dit is geen IoT, dit is gewoon een control loop. Je neemt waar en je reageert. Maar stel je voor dat je hem nou met je telefoon kan bedienen. Hè, dus je zit in je achtertuin of je zit op vakantie en op afstand bedien je je zonnescherm. Dan gaat het wel over internet. Is het dan ineens wel IoT geworden of is dit gewoon een ordinaire afstandsbediening? En we nog een stapje verder doen. Dit is een systeem, dit gaat dan niet over zonneschermen, maar over beregeningssystemen. Dus hiermee stel je in een bepaald tijdstip, een bepaalde dag. Dan begint die te sproeien en dan sproeit die zo lang. Nou, dat is een vrij eenvoudig systeem. Alleen wat en je kunt hem via internet bedienen. Alleen wat hij ook nog doet, hij haalt via een module die je erin klikt, haalt hij het weerbericht op. En vanuit het weerbericht, als het dan regent, sproeit hij korter. En als de zon schijnt, sproeit hij langer. Is dat dan IoT? En waarom is dat dan wel IoT? Dit is denk ik typisch een IoT-systeem. Wat denk ik de essentie is... Daarom wil ik hem eerst neerzetten, is dat je hier dus ook een stuk intelligentie in hebt. Dus IoT heeft niet alleen te maken met dingen via internet verbinden, maar het heeft te maken met de hele loop van waarnemen, intelligentie en dingen doen. En ik denk dat juist intelligentie en intelligentie op beperkte hardware, dat de kern is van IoT. Maar in plaats van discussies over definities... Daar schieten we denk ik niet zoveel mee op. Kunnen we misschien beter kijken van wat kunnen we met IoT. En daarom wil ik een aantal voorbeelden langs gaan. Van wat wij hebben gedaan of wat studenten hebben gedaan. Met IoT. En dan begin ik een voorbeeld. Dat is van Pentas in Almelo. Dat is een bedrijf. Die maken moldings. En hun grondstoffen. Ik zeg altijd maar korrels plastic. En die zitten in silo's.
En op een gegeven moment, ook voor het vullen van die silo's, wil je weten, zijn ze nou leeg of zijn ze vol? Aan de buitenkant kun je dat niet zien. Dus wat hebben studenten nu gedaan? Die hebben daar twee sensoren aangebracht. Eentje aan de onderkant en een aan de bovenkant. Ja, die hebben wat zitten prutsen, zullen we maar zeggen. Ja, dus doe je dat met sonar, doe je dat met uiteindelijk conductief volgens mij. Kun je gaan meten, je maakt er een stukje hardware bij. Ze hebben dat ook uitgerold over alle, over 8, hè, dus alle silo's die ze hebben. En ze hebben het gekoppeld met het systeem. Zodat je ook automatisch in je eigen systeem ziet, is die vol of is die leeg. Nou, ik denk dat dit een typisch voorbeeld van een IoT-project is. En de functie is heel duidelijk, je monitort iets. Is iets leeg of is iets vol? Ik zeg wel typisch IoT, maar het zit natuurlijk binnen een bedrijf. Dus internet komt er eigenlijk niet zo bij aan te pas. Maar goed, een volgend voorbeeld. Eigenlijk een soortgelijk probleem. Dit is van een Nijhuis in Doetinchem. Die maken installaties en die hebben een waterinstallatie. En daar willen ze eigenlijk in, of gemaakt voor een klant. En daar willen ze in monitoren, zit daar legionella in. Dat maakt hem al wat ingewikkelder, want als je bacteriën op bacterieculturen gaat monitoren, ja, dat kun je niet zomaar meten, misschien moet je dat kweken. Bovendien, als je hem meet, dan ben je misschien al te laat. Ja, als je meet dat een bacteriecultuur dood is, heb je een probleem. Als je meet dat legionella in zit, heb je ook een probleem. Nou, hoe beheersen ze dat? Ze doen ozon doorheen, dat is net als chloor in het zwembad, en daarmee voorkom je dat er bacteriën in komt. En dat ozon, dat kun je wel meten. Dus dat is simpel. Maar goed, daar zit er altijd te veel in, zeg maar. En de vraag is, hè, kun je dat ook veel, ook uit kostenoogpunt, veel meer beheersen en kijken van, doe ik er misschien geen ozon bij, want er zit al genoeg in, of minder. Daar is een docent heeft dat uitgewerkt en die heeft gekeken naar verschillende soorten algoritmes. Dan kom je veel meer op de AI. En dan kom je alweer bij de intelligentie van, je gebruikt intelligentie, AI, op basis van je metingen, de dingen die je hebt, op basis van de data, om te gaan kijken van moet er wel of niet ozon bij of hoeft dat nog niet. Hier zit je dus veel meer in de diagnose. Je wilt een bepaalde situatie onder controle krijgen, diagnose. En diagnose ligt natuurlijk heel snel bij prognose, bij voorspellingen. Hier is een voorbeeld van wat we doen bij Scania. Punt wat Scania heeft. Scania heeft een productielijn in Zwolle en ze willen daarvan de uptime verhogen. Die is al vrij hoog, hè, maar je ziet er, die vrachtauto's gaan door de fabriek heen. Maar een van de punten, die vrachtauto's, die staan op carriers. En als zo'n ding stilvalt, hè, kun je je voorstellen, gebeurt het niet te vaak, maar als het gebeurt, dan heb je natuurlijk een probleem, want dan ligt de hele lijn stil. Dus, nou, hoe weet je nou, kun je voorspellen of zo'n ding gaat stilvallen? Nou, er wordt allerlei data verzameld. Wat wij hebben gedaan, is in die carriers ook een stukje IoT toegevoegd om meer dingen te gaan meten. Dus je voegt een stukje hardware, een stukje sensoren toe, je gaat temperatuur meten. En op basis daarvan, ja, op basis daarvan, die temperatuur die zegt niet of zo'n ding gaat stilvallen. Dus wat je doet, wat je wil doen, is allerlei data verzamelen. En op basis van die data met machine learning en gegevensstoring uit het verleden wil je gaan voorspellen of die stil gaat vallen. Wat je het liefst wil, is 6 weken van tevoren weten of die een storing gaat geven. En dan ben je lean bezig. Dan kun je een reserveonderdeel bestellen en kun je hem repareren. Dus dit zit heel erg in de sfeer al van de data-analyse en de AI. Dat is meestal waar je IoT toepast. Dat verandert nog niet de manier van werken. En daar heb ik even een ander voorbeeld van. Dat is bij de brandweer. Het is niet direct de industrie, maar dit geldt net zo goed voor beveiligers op een industriële plant. Dat is wel eens het probleem wat de brandweer heeft. Een brandweerman gaat een gebouw in en op het moment dat hij in het gebouw zit, weet je niet meer waar iemand is. Dus wat is het systeem wat we gemaakt hebben? Sensor op de schoen, zeg maar. Daarbij meet je met accelerometers, gyroscopen enzovoort, versnellingen, verplaatsingen. Op die manier probeer je, ook al heb je helemaal geen verbinding, helemaal geen infrastructuur, te bepalen waar iemand is. Nou, je kan misschien plattegronden van gebouwen gebruiken. En het is ook typisch IoT. Je zal de communicatie, de data er ook uit moeten krijgen. Dus dit systeem is gebouwd. En dat werkt. Dit is een typisch voorbeeld wat we met studenten willen doen.
sinds een fusie eigenlijk, hè, want je pakt alles beet. Je pakt niet alleen de gyroscoop en de accelerometer, maar als je het hebt, pak je bijvoorbeeld ook je GPS of wifi-netwerk. Dit heeft ook invloed op de manier van werken. Hè. Een brandweer gaat altijd met z'n tweeën naar binnen, maar als je heel goed iemand kan monitoren, kun je misschien wel met in je eentje naar binnen. Dus je ziet dat een IoT is niet alleen een stukje techniek. Het kan ook, hè, behalve bestaande situaties automatiseren, ook je hele manier van werken tot nieuwe mogelijkheden leiden. En dan een laatste voorbeeld. En dat zit helemaal niet in de industrie. Maar dit geeft wel typisch alle facetten van IoT. En ja, dit is een project, dit doen we met Van Al Larenstein, de Hogeschool in Wageningen. En waar het om gaat is anti-poaching, is tegenstroperij van neushoorns. Nou, wat ze in het begin deden is neushoorns een sensor opbrengen. Dan weet je waar ze zijn, maar dan weten ook de stropers waar ze zijn. Dus je wilt niet de neushoorns monitoren, maar je wilt de stropers detecteren. Nou, hoe doe je dat? Door kuddes beesten daaromheen, en dus wilde beesten genoeg. Die ga je van een sensor voorzien. En die ga je monitoren. En het gedrag van die beesten wil je detecteren of er een stroper is. Nou, dan heb je dus een stukje hardware. Je ziet hier de sensor. Die hardware komt bij Sodak vandaan. En vanuit Saxon hebben we de volledige software en de communicatiesystemen opgezet. Maar met de hardware, met de sensoren en de communicatie alleen ben je er niet. Want je hebt ook de behuizing en de energievoorziening. We hebben de systemen getest op koeien en die gaan zitten schuren tegen een hek. En daar gaat je sensor. Hè. Dus vaak is bij zulke problemen de behuizing nog belangrijker dan de sensor zelf. En de energievoorziening. Een beest wordt verdoofd, de sensor wordt aangebracht. Je kan niet even dat opnieuw doen om iets aan te passen. Dus het moet een jaar draaien, er moet energievoorziening in zitten. En dat heeft ook weer direct te maken met de vraag van wat ga je nou op dat systeem zelf, hè, op dat dier, processen opslaan enzovoort. En wat ga je communiceren naar de cloud, zeg maar, en daar doen. Dat heeft te maken met energie, hè, communicatie is duurder dan processen. Heeft natuurlijk ook te maken met je systeem zelf, want op een sensor kun je alleen maar de data van één dier verwerken. Wil je de data van een kudde verwerken, dan zou je sowieso moeten communiceren. Nou, en dan maak je daar intelligente software op. Maar hoe weet je nou of iets een stroper is of dat het gewoon een toerist is die je detecteert? Dus moet je slimme en de algoritmes leren systemen. Die software die zou je steeds moeten aanpassen. Maar hoe doe je dat? Want zo'n beest loopt in de wildernis en daar heb je misschien helemaal geen verbinding met dat beest. En je kunt ze niet op gaan zoeken. Dus je moet ook weer slimme dingen bedenken. Hoe kom ik met mijn software updates? Hè? Bijvoorbeeld bij een drinkplaats een communicatiesysteem neerzetten zoals een dier daar is, dat je een software update kan doen. Enzovoort, enzovoort. Uiteindelijk, hè, als het systeem dan een stroper detecteert, zal je een signaal moeten geven naar de parkbeheerder. Ja, en dan kom je ook weer bij de factor mis. Want uiteindelijk is het aan de parkbeheerder wat hij met de melding doet of niet. En dat geldt voor heel veel IoT-systemen. Je kunt het ook in je fabriek mooi afregelen. Maar als een operator zegt van ja, ik stel het toch anders in. Want dan weet ik zeker dat de machine de hele nacht doordraait. Dan heb je altijd de menselijke factor. Dat is ook iets wat ik wil benadrukken. Het is een complex geheel. Dit plaatje komt uit het Primavera-project. Daar werken we aan predictive maintenance. En daar pakken we de hele cyclus, de data-acquisitie. We verzamelen data. Je hebt de data-analyse, de diagnose. Je hebt niet alleen dat er een storing is, maar ook wat is de oorzaak ervan, de prognose, wat is de remaining useful lifetime als je predictive maintenance gaat doen. Maar als je dan weet of iets vervangen moet worden, dan zit een bedrijf altijd met zijn manier van werken, zijn logistiek. Ik doe altijd onderhoud wel in de zomervakantie. En uiteindelijk heb je de mensen die wel bepaald of misschien beter weet dan het systeem. Wat je vaak ziet is dat IoT, internet of dingen aan internet hangen. En vaak wordt daar alleen de data-acquisitiefase mee bedoeld. Ik denk dat je kunt het niet loszien van de hele loop, het hele systeem. Dat is je IoT-systeem. Dat zijn de dingetjes die je kunt met IoT.
Maar wat is dan het effect van IoT? Wat betekent IoT? Zoals de voorbeelden al aangeven, zie je dus dat je gaat naar een integratie van je fysieke systemen, je product of je productieproces, en je virtuele systemen, dus de datawereld, de cloud, waar je processing doet, waar je opslag doet. Dus data wordt steeds belangrijker. En daarmee samenhangt dat je ook een verschuiving krijgt van producten naar diensten. Ik zal dat zo nog verder toelichten. Maar diensten en gebruikerservaring wordt belangrijker dan producten. En wat je eigenlijk krijgt, ik moet even reclame maken voor mijn eigen onderzoeksgroep. Het maakt immediate intelligence mogelijk. Onzichtbare intelligentie, alles is. Intelligentie zit overal in, hè, maar je ziet er niks van. IoT maakt een slimme wereld mogelijk. En dat is wat wij als onderzoeksgroep doen. Hè. Wij maken IT geschikt voor een slimme wereld, maar wij richten ons ook op de IT voor een slimme wereld. Even dat servitization, zeg maar. Kijk aan het voorbeeld van een gloeilamp. Hè. Een gloeilamp is een product. Dat is gewoon een fysiek ding. Op het moment dat je er een sensor aan hangt, hè, dan kun je, maak je er een slim product van. Hè. Je kunt hem, gaat alleen branden als er iemand is en anders niet. Hij gaat automatisch aan en uit. Op het moment dat je de connectiviteit aan verbindt, dan ga je al van de fysieke wereld naar de digitale wereld. Dan kun je hem ook op afstand bedienen enzovoort. Kun je vanuit je vakantiehuisje de gloeilamp aanzetten. Momenten dat je dan in die digitale wereld ook gaat analyseren, dan kun je veel meer. Hè? Dan kun je ook zien of er iemand thuis is of niet. Dan kun je patronen zien. Wat je dan ook kunt, is bijvoorbeeld zien, hè, gaat die lamp maar stuk? Uit de analyse van de data, misschien het aantal branduren, weet je van, hey, die lamp is aan het einde van zijn levensduur. Die manier kun je ook zeggen, als een lamp bijna stuk is, dan geeft hij gewoon een signaaltje van, hey, ik ben stuk, ik moet vervangen worden. En dan kun je dus als bedrijf ook in plaats van een product verkopen, kun je gewoon een dienst verkopen, je verkoopt verlichting en je zorgt dat het altijd werkt, want je weet tijdig wanneer je een lamp moet vervangen. Dat is zeg maar de integratie van fysiek en virtueel die door IoT mogelijk maakt, die maakt die hele servitisatie mogelijk. En als je dus in de industrie gaat kijken naar IoT, dan kan dat leiden tot nou ja, slimme producten. Hè? De grasbesproeier die rekening houdt met het weer, producten die slim maken. Je kunt je hele processen verbeteren, predictive maintenance. Ik weet van tevoren wanneer ik een onderdeel moet gaan vervangen, dus je kunt je processen innoveren. Maar je kunt ook naar hele andere manieren en hele andere businessmodellen, hele andere manieren van werken gaan. En misschien omdat je dus digitaal ook makkelijker samenwerkt met andere bedrijven, kun je wel naar hele ecosysteem innovaties gaan. Gaat dat allemaal vanzelf? Nee, daar zijn ook best wel hiccups. Hè? Op het moment dat je alles aan internet gaat hangen, krijg je ook, hè, dit is een voorbeeldje verleden week van internet, ja. Dat ineens blijkt dat dingen misschien, dat je ook met cybersecurity te maken krijgt. En als je dat ontdekt, ja, dan moet je misschien een systeemupdate doen. En dan ben je weer afhankelijk van de leverancier van je systeem. Maar goed, dingen gaan niet vanzelf. Hier heb je ook te maken met je software systemen zelf, je Microsoft enzovoort, die met updates heeft. Dus het wordt allemaal ook wel opgelost, maar je moet er allemaal wel rekening mee houden. Wat doen we nou bij Saxion? Waar zijn we bij Saxion mee bezig? Daar hebben we een project, een raakproject, dat heet Ontwerpen voor IoT. Dat doen we samen met industrieel ontwerpen. En daar zien we ook van, ja, IoT wordt steeds belangrijker. Maar we zien ook dat het voor MKB'ers heel lastig is. Van wat moet ik nou? Moet ik wat met data? Wat moet ik met data? Moet ik wat met IoT? Wat moet ik met IoT? En waar wij aan werken is eigenlijk een methode. Je komt met je IoT-probleem en conceptualiseren die oplossing en vervolgens bouwen en testen we hem ook, zodat je een prototype hebt. En uiteindelijk willen we dan toe naar een soort een nieuwe vorm van fablab, een soort IoT-lab of datalab, waar je misschien al verschillende hardware kunt testen en met je goede oplossing de deur uitloopt. En ons belangrijkste resultaat is dan ook een methode. En in die methode, daar pakken wij 4 onderdelen mee. En dat zijn de techniek, hè? Dat is een beetje mijn business, onze business. Hè? Dus de hardware en de software,
alles wat met IoT te maken heeft, met meten, met connectiviteit, met intelligentie. Dat is nodig voor de oplossing. Maar wat ik al zei, daar is niet genoeg mee, want de behuizing is misschien wel net zo belangrijk. Hè? En dan kom je inderdaad in de industrieel ontwerp, dan kom je bij het FabLab binnen Saxion, om daar goede oplossingen voor te bedenken. Want als je al het waterniveau in een put wilt meten, ja, je zal wat moeten met je behuizing. En vaak zitten daar grootste problemen. Maar inderdaad, ook je businessmodellen. Wat betekent dat voor je bedrijf? Dus daar is het lectoraat vanuit business innovatie bij betrokken. En uiteindelijk, als je een oplossing hebt, zul je hem ook moeten kunnen realiseren. Nou, daar is het Fraunhofer Product Center bij betrokken. Want de oplossing moet wel produceerbaar en betaalbaar zijn. Nou, en die methoden zijn we al ontwikkeld. Dus, en het idee daarvan is ook om hem iteratief toe te gaan passen. Dus je begint met een verkennende fase van waar kan ik binnen mijn bedrijf IoT toepassen. Misschien heb je daar al ideeën van. Je pakt die vier aspecten mee en die ga je. Dus agile approach, zoals we die uit de software kunnen snel bouwen, terugkoppelen, testen en dan de volgende cyclus in. Op die manier werken we toe naar IoT-applicatie. Die methode is er nog niet. Kijk, je ziet op al die gebieden, neem alleen maar de techniek, daar heb je hoog niveau abstracte methodes hoe je ontwerpt. Je hebt laag niveau methodes, bijvoorbeeld hoe je data-acquisitie doet. Daar zijn talloze methodes eigenlijk in je portfolio van die methodes maken. Wanneer moet je nu wat gebruiken? Nou, die methode die ontwikkelen we en die testen we aan de hand van een aantal voorbeelden. Er zijn een aantal bedrijven bij betrokken. Onder andere ook Evie Smit, die daar een casus in het project inbrengt. Daar hopen we u verder in de toekomst mee te kunnen helpen. Dat was mijn verhaal en dan neemt Gerben het over. Ja, dankjewel. Ik had toch nog een vraag, als het mag, Wouter. Dus namelijk, je had het over een stukje veiligheid. Kenmerk van IoT is dat er meerdere systemen met elkaar op een of andere manier communiceren, niet via internet. Nou, hoor ik ook vaak dat er problemen zijn gewoon in de dagelijkse praktijk tussen verschillende versies die met elkaar moeten communiceren. En dat als de ene versie is geüpdate, dat de andere versie dan ineens niet meer praat. Is dat een bekend probleem bij jullie of is dat iets wat eigenlijk niet voorkomt? Ja, dat is natuurlijk een bekend probleem. Even naar de rol van Saxion, hè. De casussen die wij doen is... Wij maken prototypes, demonstrators. En dus dan zit je vaak met je eigen systemen. Maar dat klopt. Volgende stap is, hè, een bedrijf moet dat naar de markt brengen. En dan krijg je met zulke soort dingen te maken. Dan krijg je een update van het ene product en dan werkt het geheel niet meer samen. Ja, dat is en hebben jullie daar dirty tricks en voor om dat op te lossen? Of is dat gewoon een goed gesprek met je leverancier op dat verband? En het adresseren van tevoren? Nee, je zit met je afhankelijkheid van je leverancier, inderdaad. Maar voor al die dingen, en hetzelfde geldt voor security, het belangrijkste is dat je er van tevoren over nadenkt, zeg maar. Om dingen modulair op te zetten, enzovoort. Voordat je bijvoorbeeld een systeem bouwt en dan pas nagaat denken over veiligheid of afhankelijkheden van derden. Ja. Dus gewoon van tevoren helemaal het systeem, je had een aantal plaatjes in je presentatie, daar goed over nadenken, wat is er nodig, wat heb ik hiervoor nodig en wat wil ik eigenlijk bereiken met deze toepassing en hoe ziet het hele verhaal eruit, dat is essentieel in dit geval. Ja, ja. En de dienstverlening hangt natuurlijk ook af van de markt. Als er een grote markt is, zal het sneller opgelost zijn dan dat je een niche product hebt voor een paar bedrijven, waar misschien de leverancier minder hard loopt om het op te lossen. Ja, oké. Nou, fantastisch. Dankjewel voor deze bijdrage. Overigens, deze uitzending wordt gemonitord. Die wordt maandag, kunt u hem terugluisteren. Maar goed, we gaan nu gewoon door. Dankjewel, Wouter, voor deze inkijk en wat jullie kunnen leveren als Saxion in dit verband. Dan zijn we nu toe aan een echt bedrijf. Hè? Dus geen hogeschool, maar een bedrijf wat... uiteindelijk geld probeert te verdienen met... dat geld probeerde te verdienen aan het verkopen van spullen. En daar een turnaround heeft gemaakt. Mede dankzij de Internet of Things. Gerben Blom, hoofd R&D Digital Solutions van Abby Schmid. Heel blij dat jullie daar een bijdrage zouden willen leveren. Dus
Ja, ik denk als jij jouw scherm naar voren kan toveren, dan mag je wat mij betreft starten als je daartoe zover bent. Kijk, hij komt er nu aan. Nou ja, ik zou zeggen, fire away. Dat is ook een manier om van sneeuw af te komen, maar met zoutsproeiers lukt het ook. Succes, Gerben, toch? Tot zo. Allereerst ben ik te verstaan, want ik begreep dat er wat problemen waren met audio bij de vorige spreker. Ik kan jou prima verstaan, Gerben. Dat gaat uitstekend. Ja. Helemaal mooi. Goed, dan hoop ik de rest ook. Ja, ik wil graag wat vertellen over de praktijk bij ons. Ja, en hopelijk is dat iets waar het publiek wat aan heeft. Ik ben zelf verantwoordelijk voor de R&D van eigenlijk alles wat met bits en bytes te maken heeft, waaronder Internet of Things, maar ook besturingen van een aantal machines. Ik ga eerst even heel kort wat vertellen over de context, zeg maar, wat zijn wij voor bedrijf. Maar ik wil eigenlijk de meeste aandacht besteden aan het Internet of Things gerelateerde aspecten. Goed, voor ons is IoT een doel, geen doel, maar een middel. Waarbij het doel natuurlijk iets in de bedrijfssfeer is. Nou ja, wat zijn we voor bedrijf? We hebben een range van producten die we leveren. Eigenlijk alles om wegen schoon te houden. Dat gaat van de zoutstrooiers die in Nederland geproduceerd worden tot veefmachines. Maar daar komen zelfs transporters en tractoren ook bij kijken. Al die dingen hebben steeds meer met IoT te maken. We hebben een aantal brands en ik denk voor degene die nog nooit van ons gehoord heeft, als je hier in Nederland rondrijdt, dan zul je waarschijnlijk vanaf nu op de voorkant van heel veel vrachtwagens het merk Nido zien. Nou, de Nido, dat op de voorkant van de vrachtwagen is het aanhangpunt van de sneeuwploegen. Ja, we hebben ongeveer 80% van de markt in Nederland. Europees zijn we de grootste op het gebied van winteronderhoud, zullen we maar zeggen. Wat voor markt zitten wij in? Dat is wel goed om even te weten. Wij hebben een vrij traditionele markt. Onze klanten bewegen niet heel snel. Desondanks zien we wel een hele grote beweging richting het gebruik van data. Waar gebruiken we die data voor? Servers. En dan gaat het met name om onderhoudsprocessen bij onze klanten. Als je een vloot van voertuigen hebt, dan wil je graag gepland kunnen onderhouden. En de andere kant is data over die gebruikt wordt voor eigenlijk het beheer, het operationele werk van onze klanten. Als we het hebben over winteronderhoud, is dat bijvoorbeeld strooiacties uitvoeren, plannen, uitvoeren en controleren. Tot en met het billen daarvan. Nou, dat gebeurt allemaal natuurlijk op basis van data die uit de voertuigen komt. We hebben twee grote domeinen eigenlijk binnen ons bedrijf. En dat is het winter- en het zomerdomein. Je zou zeggen, dan heb je ook nog herfst en lente. Maar dit zijn de twee waar we het meeste doen. In de winter is het vooral winteronderhoud en dat is strooien en sproeien en sneeuw schuiven eigenlijk. Daar wordt live data is daar belangrijk. Wat ook belangrijk is, is het plannen van acties op voorhand en het daarna bekijken, dus de performance data, hoe de uitvoering is geweest. Een stukje service data, alleen zie je dat in het zomerdomein veel belangrijker is. Een veefmachine die wordt 12 uur per dag gebruikt, bij wijze van spreken, en die draait continu. Daar moet je onderhoud heel goed plannen. In het winterbereik wordt eigenlijk op basis van de omstandigheden de inzet gedaan.
En is er veel meer gepland onderhoud. Onderhoud gebeurt in de zomer bijvoorbeeld. In actie. En dat is dan vaak onafhankelijk van het aantal draaiuren. Wat je bij ons ziet, is op basis van data, zijn wij steeds meer een service provider aan het worden. Eigenlijk als je 10, 20 jaar geleden keek, dan verkochten wij machines. De klant bestelde machines, die kregen machine en daarmee was voor ons de kous af te zien van reserveonderdelen en dat soort zaken. Dus echt heel machinegericht. We zien nu veel meer een transformatie naar service provider met ja, oplossingen. Eigenlijk als je het in het wintergebied bekijkt, is dat schone weg. Ja, er zijn klanten die willen in plaats van een machine een areaal schoon gemaakt hebben. En wie dat doet en hoe dat precies gebeurt, dat is ons probleem. Dat lossen wij voor ze op. En dat is ook iets wat je in ons bedrijf ziet. Je hebt de services die we leveren, die bevinden zich eigenlijk op twee assen. Enerzijds is de klant. Welke kant gaat de markt op? Wat wil een klant? Wat wil de markt? Nou, dat kan zijn een product. Dat kan zijn dat hij het product helemaal niet wil hebben, maar het alleen wil gebruiken. De output. Het kan zijn dat hij de zout op de weg wil. Of de uitkomst. Ik wil gewoon een goed bereikbare weg. Aan de andere kant hebben we onze eigen organisatie. Dat was van oorsprong een productiebedrijf. We produceerden en leverden zoutstrooiers of veegmachines. Daar komt het stuk nazorg bij, after sales, datgene wat je kunt leveren nadat je de machine hebt geleverd. Je kan ook gaan naar consultancy van, nou, wat is nu de beste weg om dit areaal schoon te houden, de beste manier. Maar het kan ook nog een stap verder gaan. En eigenlijk bewegen we ons op die assen, waarbij het kan zijn dat je linksbovenin zit, de klant wil een uitkomst. Ik wil schone wegen, maar ik lever alleen producten. Ja, dat werkt niet. Dat is iets wat we recent bijvoorbeeld meegemaakt hebben. Een uitschrijving van een klant die heeft een areaal. Een aantal wegen die hij schoongemaakt wil hebben. En die vraagt, doet er geen tender van ik wil 7 machines. Nee, ik wil, vertel mij maar wat ik nodig heb. Nou, als de klant dus geïnteresseerd is in de uitkomst, dan regel dat voor mij. Kun je als productiebedrijf, missie naar de boot. Daar kun je niet op inschrijven. Aan de andere kant kan ook zijn dat wij erg geïnteresseerd zijn in het leveren van een dienst schone wegen. Maar een klant alleen maar een product wil hebben. Die heb je ook. Dan ben je te ver in de markt. Nou, wat wij zien is dat we in dat speelveld een aantal modellen hanteren. Productiemodel voor klanten die puur een product willen. En in een aantal fases een circuitization model. Dat kan zijn het leveren van onderdelen en onderhoud. Dat kan gaan nog een stap verder. Dat we voor 15 jaar de machines voor de klant regelen, maar het kan ook nog een stap verder gaan. Waarbij de klant zegt, ik heb alleen maar een grote rode knop en daar druk ik op als het gestrooid moet worden. Als de weg schoongemaakt moet worden. En dan regelen jullie alles. Nou, die fases zien we bij ons allemaal. Waarbij natuurlijk de totale omzet, ook de gehele levensduur van je product, steeds groter wordt. Op het moment dat wij alles regelen, inclusief aannemer, inclusief de machines, het onderhoud van de machines is allemaal ons probleem, dan zie je dat het soms tot 8 keer de waarde van je strooier gaat.
Ja, dat is in ieder geval iets wat ik wil meegeven. Servitization en op basis van data, die uit de machines komt in dit geval, kan heel veel opleveren. Nou, wat is IoT binnen ons bedrijf? Wij hebben een range van machines, die hebben een modem aan boord. We hebben een cloud-applicatie, die kan een stuk operationele planning ingedaan worden. Vervolgens wordt er aan de hand van de data uit de machines gekeken of dat juist wordt uitgevoerd. En wordt er bijvoorbeeld een stuk facturatie gedaan. Wat je dus ziet bij ons is, wij zijn begonnen met zoutstorage. Dat doen we al, denk ik, 20 jaar. Dat we modems inbouwen en de stories kunnen volgen. Er komt steeds meer data uit de machines. Dat is een trend en we hebben steeds meer machines die verbonden worden. Wat getallen. Ongeveer 3500 connected machines. Het zwaartepunt ligt vooral op winter. De zomer is dus de veegmachines met name. Dat is wel een enorme stijging mee bezig. Op dit moment leveren we voor een aantal landen standaard al een modem mee op onze veegmachines. Dat gaat volgend jaar naar alle landen. Dus met een 600 machines, 700, 800 machines per jaar gaat dat flink stijgen. Wat je wel ziet in de winter, wat anders is ten opzichte van de zomerkant, is dat zomer is redelijk stabiel. In de winter heb je hele grote pieken. Daar moeten we rekening mee houden. Dat betekent dat je platform eigenlijk door dat data ontvangt, redelijk stabiel belast wordt door het jaar heen met enorme pieken in de winter. Dus op het moment dat de eerste vlokken vallen, zeg maar, dan zijn er opeens 2000 machines extra die data leveren. Wat we zien is dat data voor onze klanten steeds essentiëler wordt. In het begin, denk ik 10 jaar geleden, en zelfs toen ik 1 jaar of 6 geleden bij het bedrijf begon, was data min of meer een nice to have. Als het er niet was, vervelend, maar kunnen we mee leven. Op dit moment is het eigenlijk zo dat het strooien belangrijk is, maar de data die dan geproduceerd wordt, minstens zo belangrijk. Dat betekent ook voor ons wat, want de data moet daarmee ook zeer betrouwbaar zijn en altijd overkomen. Anders kan bijvoorbeeld een subcontractor niet gefactureerd worden. Onze main focus is Europa. En we hebben een mix van modems. Op dit moment natuurlijk 4G-modems. 5G is eigenlijk nog niet nodig qua hoeveelheid data die we produceren. We hebben nog een redelijk grote legacy float van 2G, 3G. Waar moet je nu rekening mee houden? Ik heb even een overzicht proberen te geven van de dingen die bij ons recent en minder recent toch wel veel aandacht gekost hebben. Een daarvan is GDPR of AVG. We verwerken data van onze klanten. Dat betekent dat de klant daar ook toestemming voor moet geven. Iets wat daar ook mee samenhangt is op het moment dat de klant af is, dan wel bijvoorbeeld een chauffeur is die roept dan data moet verwijderd worden, dan moet die mogelijkheid er ook zijn en dan moet daar ook een duidelijk verhaal bij zijn met de procedure om dat allemaal te regelen. Iets dat kost nog steeds bij ons veel aandacht, met name omdat sommige klanten het minder belangrijk vinden en dus dat tekenen van een data processing overeenkomst best wel
veel moeite kost om die los te krijgen. Met name voor de bestaande klanten natuurlijk een probleem. Voor nieuwe klanten is het over het algemeen, als je data verwerkt, als je het eigen teken hebt. Dat gaat een stuk makkelijker. Gerben, mag ik je heel even onderbreken? Ik krijg een vraag van Maurice. Ja? Die stelt de vraag van, wat wordt er concreet allemaal gemeten uit de machine? Is alles ook echt meetbaar? Kom je daar nog op terug of kan je die vraag nu beantwoorden? Laat ik die vraag nu beantwoorden. Wat we zien is dat er steeds meer data uit de machine komt. In principe is het probleem, en dat is het volgende puntje, datavolume, dat de machine meer data produceert dan wij aan kunnen. En dan met name heb ik het onder andere over kosten. Je kunt niet alle data die elke 10 milliseconden uit een veegmachine komt, continu over die air sturen. Dat moet je reduceren op de plek waar het geproduceerd wordt. Om de kosten een beetje binnen de hand te houden. Maar dat is operationele data. Wat doet de machine? Maar ook heel veel technische data. Temperaturen van olie. Van alles en nog wat. In de winterhoek is daar een standaard voor. EN15430. Dat is een vrij uitgebreid verhaal en redelijk goed gestandardiseerd. In de zomerhoek is dat niet zo. Dus daar hebben we een eigen protocol gedefinieerd. Dat proberen we nu zoveel mogelijk te standaardiseren over de machines heen. Want we hebben natuurlijk een hele range aan veegmachines. Die produceren relatief vergelijkbare data. Niet helemaal vergelijkbaar, want het zijn natuurlijk andere machines, maar hebben ze één of meerdere bezems die met bepaalde toegetallen ronddraaien. Dat soort zaken komt er allemaal uit. En over het algemeen is het probleem bij ons niet dat we meer data uit de machine moeten hebben. Ons probleem is welke data is relevant en gaan we ook het modem de cloud insturen. En dat proberen we een beetje een combinatie te doen van wat hebben we en wat kunnen we leveren ten opzichte van wat gebruiken we in de cloud applicatie. Het is natuurlijk niet heel zinvol om heel veel data te sturen die je niet gebruikt. Aan de andere kant wil je ook niet bij elke nieuwe applicatie, elke nieuwe toepassing, de data of de modem software en de machine software gaan updaten, want dat gaat ook niet. Dus dat is een afweging die we maken. Dat is gelijk het puntje datavolume, denk ik. Waar we ook mee zitten, en dat is denk ik een vrij recent iets, is een veegmachine kost aan 100.000 euro ongeveer door de bank genomen. Of daar een modem op zit van 500 euro, dat boeit niet zo op het totaal. Dat kun je mee verkopen, zeg maar. Een sneeuwploeg, daarentegen, die is 5.000 euro. Daar ga je niet 10% van de prijs in datacommunicatie stoppen. En wil je dus eigenlijk een veel goedkoper modem hebben. Het is een project wat wat nu loopt en waar we naar aan het kijken zijn om daar een IoT-netwerk voor te gebruiken, wat een veel lagere data-overdrachtsnelheid heeft, maar daarentegen ook veel goedkoper kan. Dus de kostprijs ten opzichte van de productprijs is ook nog wel belangrijk. Iets waar we denk het afgelopen jaar een flinke stap gemaakt hebben, is de coverage. Je hebt nergens 100% netwerkdekking. Ik wist dat ook niet, maar als je bij ons, bij ons bedrijf zit in Holten, als je de Holtenberg oprijdt, heb je geen verbinding meer. Dus daar moet je systeem tegen kunnen. En we hebben zelfs sinds dit jaar
bij Schiphol ons systeem lopen. En daar was de eis dat we minimaal een week zonder dataverbinding moesten kunnen. De data lokaal moeten opslaan en dan alsnog versturen. Nou, dat is iets, we hadden een aantal dagen, dat hebben we nu zo ingericht dat we in principe lifetime data bewaren op het modem. En dat zodra er weer netwerkverbinding is, doorgestuurd wordt. Ja, dat is iets waar je in ieder geval over moet nadenken. Je hebt niet altijd verbinding. En met de hoeveelheid modems, het laatste puntje, de hoeveelheid modems die we in het veld hebben staan, is een supportorganisatie echt een absolute must. Dus in de winter bij ons, maar in de zomer ook regelmatig bij na installatie of gedurende het traject dat er iets misgaat. En dat kan zijn een netwerkbreakdown of het kan puur iets op één machine zijn. Gaat dan wel wat kapot natuurlijk. Ja, daar heb je zo'n serviceorganisatie voor nodig. Rad, hoeveel tijd heb ik nog? Je hebt nog 12 minuten. Dus je hebt tijd zat. Het is trouwens wel interessant, die support organization die jij noemt. Hebben jullie die toegevoegd aan? Jullie zijn een productiebedrijf. Hebben jullie daar een callcenter daarbij ingericht? Of hoe, als ik het heel plastisch voorstel, of, hoe ziet dat eruit? Ja, dat is een hele goeie. Dat ziet er bij ons vrij simpel uit. We hebben een aantal support engineers die in principe gedurende de werkdag support verlenen. Omdat wij een internationaal bedrijf zijn, zijn er natuurlijk klanten over de hele, ja, ik denk voor het IoT-gebeuren, vooral Europa, maar ook een stukje Amerika, die lokaal support moeten kunnen krijgen. Want het is best wel vaak dat je dat er een service engineer in Italië staat die geen Engels spreekt. Dus er moet lokaal sowieso support zijn. Dat doen onze salesorganisaties, sales- en supportorganisaties. En wij zijn dan de tweede lijn. Dus in principe zijn we bereikbaar. Maar we monitoren ook het systeem. Op het moment dat het systeem zelf mankementen vertoont, dan moeten we daar natuurlijk wel 24/7 het oog op houden. Dus het is een combinatie van tweede lijn support, die wij die we zelf hebben ingericht, zeg maar, en monitoring van de applicatie. In de netwerkverbinding, zodat we onze klanten op de hoogte kunnen stellen als er bijvoorbeeld een provider een keer niet werkt. Wat regelmatig gebeurt de laatste tijd. Maar goed, op die manier. Ik had nog een vraag, als dat nog mag. Of er sprake is van, maar die heb je volgens mij al een beetje beantwoord. Is er alleen sprake van live data download of ook van live upload? Om bijvoorbeeld betere routering te bieden? Of is de data alles vooraf ingeprogrammeerd? Hè? Dus is het een tweeweg verkeer of is het éénweg verkeer met de data? Ja, van de origine is het vooral éénweg verkeer. En dat is natuurlijk ook de belangrijkste functie. Wat we de laatste... De laatste jaren zien, is dat het ook toegaat naar tweewegverkeer. Daar zit een haak en ogen aan. Waar we het nu vooral voor gebruiken is, we hebben ook een route navigatiesysteem. Het uploaden van routes via het modem. Dat is natuurlijk heel handig. Dat was een actie die met USB-sticks ging. Het is niet heel praktisch als je 40 strooiers hebt, die allemaal hun eigen routes hebben. Dan heb je 40 USB-sticks hangen. En dan kun je er grip op innemen dat het fout gaat natuurlijk. Is iets dat nu omgezet wordt naar online. We kunnen online nu de routes definiëren en dan ook naar de machine sturen. En dat wordt eigenlijk
ja, as we speak, uitgerold. We zijn nu in een testfase voor de komende winter met een zestal klanten, waarbij we dat uitproberen. Kan ik nog een vraag stellen, Gerben? Ja, ik heb nog een vraag binnen. Wat voor communicatie gebruiken jullie? Is het LoRa of is het mobiel internet? Het is gewoon mobiel internet. 2G, 3G, 4G. En voor de test, of het onderzoeksproject waar we nu mee bezig zijn, is het een LoRa-achtige. Ja. En heb je voorkeuren voor het ene of het andere? In het algemeen is LoRa natuurlijk veel te low bandwidth-achtig. Er gaat veel te weinig data overheen om voor onze machines de hoeveelheid data te kunnen handelen. Dus we hebben daar sowieso iets als 3G, 4G nodig. En dat blijven door? 5G is dan weer niet echt nodig. Het gaat echt om hele grote hoeveelheden data. Ik verwacht daar in de toekomst ooit nog wel eens, op het moment dat je live video bijvoorbeeld mee wil nemen. Maar op dit moment denk ik dat het ook het voordeel daarvan ten opzichte van de kosten dat niet tegen me koop is. Ook een vraag van: als je de data opslaat, als er geen communicatie is, wordt dat in een database gedaan of is het een tekstbestandje? Dataopslag? Ja. Als er geen communicatie is. Een hele grote database. ja, maar als er geen communicatie is, dan moet je in situ op de plek zelf moet je dan de data opslaan. Oké, ja, dat gebeurt in lokaal in files. Ja. Welke files? Okay. Op de flash inderdaad. Ja. En zodra de verbinding weer hersteld is, dan worden die files geprocessed en gestuurd. We hebben geen database draaien op het lokale device, zeg maar, op de modem. Het is wel zo dat we de modems zelf allemaal programmeren. De modems is eigenlijk verschillend per machine wat voor data eraf komt. Onze eigen machines hebben we nog redelijk in de hand. Dan is het vaak RS-232 of een CAN-bus data. Maar machines van, we ondersteunen ook machines van concurrenten. En dan is het pakken wat je pakken kan, zeg maar. In het ene geval is het een RS-232-lijntje waar nauwelijks data overheen komt. In het andere geval moet je de systeemkanbus van de machine af gaan luisteren en hopen dat je begrijpt wat het is, wat er overheen gaat. En dat het ook nog enigszins constant blijft. Maar meestal dan komen we daar, hebben we daar wel goede oplossingen voor en komen we daar wel uit. Oké. We werken zelfs samen met concurrenten wat dat betreft. We hebben nog 5 minuten, dus ik weet niet hoe ver jij nu bent in je presentatie, maar... Ik heb nog één sheet. Welke kant gaat het op? Dat is richting goedkopere modems met meer functionaliteit. Wat wij ook zien is een verdere standaardisatie van data-acquisitie. Dan wel via Europese normen in de data van machines is daar een EN5430 norm die we veel gebruiken, waar we zelf ook aan meewerken. Maar ook binnen ons eigen bedrijf, als we het hebben over veegmachines en machines in het veld, machines in de agri-wereld, tractoren en transporters. Dan standaardiseren we dat binnen het bedrijf, omdat er eigenlijk geen goede standaard voor is. Heeft voor ons als voordeel dat de modemsoftware het standaardprotocol kan lezen, dus relatief, relatief makkelijk blijft. Dat we bij de machines ook weten waar we de data heen moeten sturen. Hogere volumes data. Dat zal bij ons steeds meer komen. Het zal enerzijds een aantal machines zijn. Maar ook niet alle machines waren bij ons verbonden. Inmiddels bijna allemaal wel. Stap voor stap zullen dat ze denk ik in de komende jaren allemaal zijn.
de hoeveelheid data die beschikbaar is, die gaat sterk omhoog. Je kan ook richting auto's gaan bijvoorbeeld, die we over willen sturen. Op het moment dat je een camera op je machine hebt, is het voor wegenonderhoudsorganisaties erg interessant om daar fotografisch materiaal van te hebben. Dus dat zal ook, die kant zal het ook opgaan. Kijk ook bijvoorbeeld voor veegmachines naar lokale processing van vision data. Om te kijken hoe vuil de weg is bijvoorbeeld. Nou, en wat voor onze, met name voor onze eigen organisatie, maar ook voor onze klanten interessant is, is wat kun je remote op een machine? Er zitten wat beperkingen aan, want ja, je mag niet dingen doen op een machine die potentieel gevaarlijk zouden kunnen zijn. Maar het is wel heel handig als je in ieder geval de toestand van de machine kunt bekijken. En aan de hand daarvan reserveonderdelen mee kunt nemen als je in IJsland naar een of andere afgelegen locatie moet reizen om een machine te repareren. Ja, de laatste is predictions, dus voorspellingen op basis van de beschikbare data. We hebben natuurlijk een heleboel data inmiddels in de database staan. Dat gecombineerd met andere data kun je goede voorspellingen mee doen in de toekomst. Predictive maintenance is iets waar we nu nog beperkt naar kijken. Maar we zijn wel bijvoorbeeld al bezig met de road conditions. De conditie van de wegen ook voorspellen op basis van data die je uit de voertuigen haalt. Dat is een input daarvoor. Dankjewel. Ik heb nog een vraag van een handsignaal van meneer en mevrouw Veenstra. Ik heb gevraagd wat de vraag was, maar die is nog niet binnen. Dus, maar ja, dat is even wat op dit moment nog binnen is. Dus misschien dat je dat nu naar een afronding zou kunnen gaan. Ja. Ja, dit was een presentatie. Als de vragen zijn, heel graag. Oké, okay, ja, die is redelijk vlot. Dankjewel, Gerben. Dat was inderdaad heel interessant. Ik had nog één vraag van mij. Want jullie zijn al als productiebedrijf begonnen. En wat ik nu zie is dat jullie het al echt als servicebedrijf verder gaan. Hè? Zo lijkt het. Betekent dat ook dat er intern wat opleidingen zijn geweest of dingen zijn veranderd? Hoe moest dat traject? Kan je daar iets over zeggen in een minuut, als dat mag? Ja, dat kan ik in heel kort. Heel kort bestek is het heel erg cultuurafhankelijk of landafhankelijk. Er zijn landen waar de belangrijkste servitization bestaat in het leveren van spare parts, reserveonderdelen. En dat was het dan. Dus we verkopen de machine en reserveonderdelen en veel meer gebeurt er niet. Nederland loopt enorm voorop. In subtization. Dus in Nederland hebben we echt klanten die alles outsourcen eigenlijk. En ook de kennis bij hen niet meer hebben op het gebied van gladheidsbestrijding. Wat je nu wel ziet is dat verschillende landen toch wel grote stappen maken. En dat zie je onder andere in Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland toch iets minder. Maar het is vooral de markt bepaald bij ons. Maar wij hebben het afgelopen jaar heel veel opleidingen gedaan op het gebied van onze applicatie. Richting onze eigen salesmensen. Ja. Want die hebben het zeker vrij moeilijk gehad. Als je gewend bent om een machine te verkopen, dan is een service verkopen toch iets heel anders. Interessant. Soms gaat het heel goed op basis van lokale wetgeving zelfs, of lokale subsidies. In Italië zijn we van 0 naar 100 machines gegroeid die geconnect zijn vanwege het feit dat er een subsidieregeling was. Waar klanten graag gebruik van wilden maken. En vervolgens zie je dat
dat een enorme impuls geeft aan de verkooporganisatie ook. Want dan wordt het opeens interessant. Ja, helder. Dankjewel. Volgens mij heb jij nog twee slides klaarstaan. Dankjewel, Gerben. Die twee slides die gaan over het vervolg. Er komt op 25 november weer een webinar van Boost. Ik wil in ieder geval bij wijze van spreken de spreekwoordelijke fles wijn die je normaal gesproken aan het eind van een webinar van een bijeenkomst overhandigd wak bij deze zo doen. Dank jullie allebei voor jullie waardevolle bijdrage. Dank mensen ook voor goede vragen die gesteld zijn. 25 november. Nou, we hebben het al heel veel over data gehad. Nou, hoe ga je daar nou verder mee door en hoe zorg je dat het dan aan de voorkant goed is? En op 7 december is er een jaar-event. Ik hoop fysiek, als het nog mag en kan, van meneer of mevrouw Corona. Maar laten we ervan uitgaan dat het gewoon fysiek zal plaatsvinden. Zet het vast in uw agenda. Ik dank jullie allemaal heel hartelijk en ik wens jullie een fijne dag. En ik hoop een zonovergoten weekend. Tot kijk. Dag.